Dag kinderen, tot later. Hopelijk niet. Oké, hier moeten we het dan mee doen. Kira en Igor zijn zojuist door hun ouders achtergelaten op een kostschool. Met alleen elkaar moeten zij zich hier proberen te redden. Het valt niet mee, zo op een nieuwe school waar ze niemand kennen en nog geen vrienden hebben. Al lijkt daar verandering in te gaan komen. In elk geval voor Igor. Igor, ja. Kom eens met mij spelen. Oké. Kira, vind je het goed dat ik bij David vandaag ga spelen, want hij is mijn enigste vriend? Is goed hoor. Doei. Zonder haar broertje heeft Kira helemaal geen aanspraak meer. Ze besluit in te loggen in een chatroom en krijgt al snel contact met een onbekende jongen. Oh, hij wil mijn nummer. Nou, dat kan wel hoor. Dan vast geen kwaad. Kira, wat ben je aan het doen? Niks hoor. Kira denkt eindelijk een vriend te hebben gevonden. Ze probeert het geheim te houden, maar haar klasgenoot Abby is wel heel nieuwsgierig. Kom naar Via Nova. Kom. Ja. Moet je wat vertellen over Kira? Ja? Ik denk dat het niet goed met haar gaat. Wat dan? Ik las een sms'je op ongeluk natuurlijk van X, John X, zegt dat je wat? Nee. Ja, het waren een soort van bedreigingen of zo. Ik weet het niet, maar het zag er echt heftig uit. Hè? Bedreigingen? Volgens mij heeft hij foto's van haar en wil hij die op het internet zetten. Misschien moeten we dit wel serieus nemen. Want dit is echt naar voor mijn zus. Zullen we anders naar de politie gaan? Want dit was wel echt heel erg heftig. Ja, goed idee. Kom, dan zullen we gaan. Ja, snel. Zonder bewijsmateriaal maken Abby en Igor natuurlijk zijn kans. Maar daar weet Igor wel raad mee. Samen vertrekken ze naar het politiebureau. Goeiedag, wat kan ik voor je doen? We willen aangifte doen. Sorry meisje, want ik moet even naar de auto. Oké, vertelt hij het maar. Hallo, we komen aangifte doen, want een vriendin van mij die wordt online soort van bedreigd. Ja, kijk, hier is het bewijs. Oh, dit is wel een heftige bedreiging. Want foto's sturen. Ja, we hebben het wel over mijn zus, hè? Ja, dit ga ik echt met mijn collega's aan bespreken en zo. Goh, bedankt meneer. Geen dank. De politie is uw beste vriend. Na een stukje buik politiewerk is X John X snel gevonden. Samen met Abby en Igor besluit de politie met X John X nog even langs Kira te gaan, om te laten zien met wie ze nou echt contact had.
Kira, goedemiddag. Voor wie komen jullie? Ik kom voor jou, Kira. Maar wat is dit? Ik heb toch niks gedaan? Jij hebt niks gedaan, maar meneer John wel. Meneer John? Ja, ik is John X. Je werd toch bedreigd? Ja, door een jochie van 14. Nou, dat jochie van 14 is deze oude man van 35 jaar. Eeuw, echt? Het mag wel dat je broer en je goede vriendin ons op het goede spoor begeleid. Maar wat gaat er met hem gebeuren dan? Hij wordt gewoon gestraft. Hij wordt inderdaad gestraft voor het intimideren van een minderjarige. En trouwens, alles wat je zegt kan tegen je worden gebruikt en je hebt recht op zwijgplicht en een advocaat. En je vuurwapen wordt in beslag genomen. Alvast jongens. Jonge dame, u bespreekt dus ook denk toch wel met uw ouders? Ja, mijn ouders die verzorgen mij niet zo goed. Misschien kunnen we jullie wel helpen. Als het echt waar is, kunnen we jullie wel helpen om aan het pleeggezin te komen. Ja, dat zou wel fijn zijn. Komt goed jongens. Kom jongens, we nemen mee. En zo belandt X John X achter de tralies. En heeft Kira een vriendin voor het leven gevonden in Abby.